deze boys vlog 1. En die kon heel slecht filmen. Dus kon jij filmen? Oké, ik zal wel filmen. Zo, hallo, ik ben Bibboy. Ik ben de Bibboy. Met dit YouTube kanaal heet Bibboy, dus ik. En papa! Papa, papa, papa. Wie is mijn vriendin? Ja, met die vier keer gehad. Weet je wat ik wel heb gehad? Ook de eerste aflevering van deze serie is. Weet je hoe deze aflevering heet? Boy Vlog. Dus, papa heeft een vlog. Dus waarom wil ik dat we niet mogen hebben? En omdat we 20 abonnees hebben in de hartstikke view is. Je hebt maar 20 mensen op een bank. Loop maar heel even mee. Ik heb even een mobiel nodig. Help hem. Nee. Ja, wel doen. Ja, ik wil er allemaal op jij niet bij. Zit maar, dat is 20 mensen hier op deze bank. 20 mensen. Zeg in de comments hoeveel je er. Kijk, dan zit er hierheen. Hier, hier. Dat is die bank. Dat is net wow, hè. Kijk, hoeveel je er ziet. Dus, ja. Dat is de bank, sneeuwvoel. Dus dat is het view. Ik bedoel, als je dit vergelijkt met de grootste YouTubers van Nederland, met 2,5 miljoen abonnees, dan is 20 niks. Maar 20 is veel view op een bank. Dus een bank is leuk. Doe duimpjes omhoog als je een bank leuk vindt. Nee, oké. Kijk, nu zit ik op die bank, want ik pos er heel bij. Want kijk, een possibel 20 nipknuffels op. Wat doet de kussen daar? Afdokje? Waar heb je het over een afdokje? Het regent toch niet, kiki. Het regent helemaal niet. Kijk, wacht, we zijn binnen. Dikkie, we zijn binnen. Waarom heb je dan een afdokje? Hoppakee, weg ermee! Wat heb je aan mijn afdakje, Pini? Nee, geen afdakje! Wat heb je aan mijn afdakje, Pini? Bier en Woofie moet je heel hard werken. En dan heb je niks aan mijn afdakje. Nou, vinden jullie het ook raar, kijkers? Nee, het is niet raar. Het is wel raar. Want ik wil gewoon een afdakje op mijn hoofd. Wil ik gewoon. Maar ik vind het maar raar. Als jij het raar vindt, doe dan een duimpje omhoog. Als je het niet raar vindt, doe dan een duimpje omhoog. Doe gewoon een duimpje omhoog. Ik bedoel, het is toch een leuke video. Gemaakt door een leuk persoon. Een leuke oog, een leuk oor, een leuke neus, een leuke hand, een leuke been, een leuke buik, een leuke rug, een leuke staart, een leuk voorhoofd, leuke wangen, leuke kin, leuke mond. Dus doe gewoon een duimpje omhoog. Ik wil duimpjes omhoog en abonneer, want ik wil abonnees. Mijn 25 abonnees komt er een heel leuk liedje waar ik jullie nog niks over mag vertellen. En jullie mogen niet weten dat er dan een heel leuk liedje komt. Bye boy. Ik ben Bia. Ja. Bye boy. Bye boy. Jullie mogen niet weten dat er dan een heel leuk liedje komt. Waarom doe je zo raar? Ik doe niet raar. Dikkie doet raar. Daar heb je wel een punt, maar jij doet ook nee, raar. Nee, ik doe een afdakje. Nee. We spoelen door in deze vlog. Dit is zo stom. Ik heb dat we nu reclame. Hallo, welkom bij de Woef reclame voor Woef hondenbrokjes. Koop ook uw Woef hondenbrokjes. Oh, ze zijn overheerlijk. Woef hondenbrokjes. Fantastisch. Koop ook vissenvoer. Ja, vissenvoer en Woef hondenbrokjes. Dat is geweldig, de reclame. Dit was de reclame. Tot de volgende keer.
Nou, dit was een leuke reclame, maar waarom ik eigenlijk deze vlog ben begonnen? Want tot nu toe heb ik dat nog steeds niet verteld. En was het alleen maar een beetje raar met de aftakje en die duimpje omhoog. En dat je moet abonneren, maar dan komt er een heel leuk liedje waarvan jullie nog niks mogen weten. Ook niet mogen weten dat het dan een Dikkie Dikkie! Geen aftakje! Ook niet mogen weten dat er dan een heel leuk liedje komt. Maar hetgene wat ik jullie al de hele aflevering wou vertellen. Trommelgaroffel! Trommelgaroffel! Is dat de vader van Gebeli Ben is teruggekeerd. Nee, wat moeten we doen? Gelukkig hebben we ultrasoldaat die ons kan helpen, want hij is de baas van ons leven. Ja, Dikkie Dikkie is de koning, maar ik ben de minister-president. Ik ben de koning. Ik ben minister-president. Minister-president. Ik ben koning. Ik ben minister-president. En ik kan vliegen, kijk maar, kijkers. En ik kan springen! Ik kan vliegen, vlieg. Gaan we in? Ja, dat is dus het probleem. En dus moeten we de vliegen verslaan voor de tweede keer. Gelukkig kan Kirby ons weer helpen. Ja, ik wil jullie heel graag helpen. Kunnen jullie ons helpen met een lulletje op het duimpje omhoog gaan? Willen wij druk allemaal om die duimpje omhoog? Want dan gaat de vader van Gebeli Ben exploderen. Dat klopt helemaal niet, Pier. Weet je, dan krijg je heel veel duimpjes omhoog. Ja, maar dat boeit het niet. Maar ik wil wel een duimpje omhoog. Maar dan gaan jullie niet zien hoe het afleept. Maar dat is weer nul. Anders explodeert de telefoon. Nee, dat niet. Maar als we nul duimpjes omhoog krijgen, weet je wat er dan gebeurt? Dan krijgen we geen nieuwe video's. En dat zou zeer triest zijn. Als we 7 duimpjes omhoog hebben, gaan we nog een video maken. 7? Dat is wel heel erg veel, Bier. Wie? Ik dacht hieraan 4 duimpjes omhoog. Doe 4 duimpjes omhoog. Dan komt er een nieuwe video van die boy. Dat is heel goed. Ja, die boy. Beerboy! Beerboy vlog! Ik ben het kind van die boy. En ik ook! En ik ook! Woehoe! Hallo! Ik ben ook een kind van Beerboy! Ik heb al heel veel leuke video's gemaakt! Die zijn ook heel leuk! Je moet zo kijken! Frederik speelt Beertje! Nee, joh, even aan de kant jij! Oké, dat zijn drie leuke video's! En er komen nog steeds meer! Dat was die mooie verhaal, maar... Dat was Biertje! Ja, die eet super veel suikerpotten. Ja. Maar er is één klein probleem. Ik heb een gat in mijn hoofd. Suikerpotten! 1000 suikerpotten! 1 miljoen, 1 miljard suikerpotten! Hou van de suikerpotten! Hou van! Een leven waar het op omdraait, is suikerpotten. Hou van de suikerpotten. Dat klopt voor geen centimeter. Eet helemaal niks. Eet helemaal niks. Ik ben ook een kindje van Biboy. Eet helemaal niks. Eet helemaal niks. Eet helemaal niks. Want eten is zo vies. Dit is zo vies! Oké, ik ga deze video wel ergens anders opnemen. Het is zo gektisch. Er is nog helemaal niks gebeurd. En we zijn al bijna 10 minuten bezig. Hallo. Waarom gaat alles fout? Ja, ik doe het in de fout gaan. Ja. Ping weet de manier zodat het niet meer fout gaat. Wat nou als we een beschermd Pokémon hebben? Kijk. Ping.
Pippin. Holy Rowlet. Nee, Rowlet. Rowlet. Nee, ik ben niet. Ik ben een Pokémon. Nee, ik ben niet. Ik heb Pikachu voor jou gezien de andere keer. Holy Rowlet. Dat zou wel leuk zijn, broertje. Holy Rowlet. Nou, ik ga naar het werk. Holy Rowlet. En als iemand niet aan de regels gaat, dan wordt het boos. Rowlet. Kijk uit, jullie moeten ook aan de regels gaan. Geef vis een miljoen jachtkilo eten per dag. Dat is echt niet. Dat is de hoofdregel. Holy Rowlet. Holy Rowlet. Ik ga naar mijn die van andere Rowlet. Ik ben mega Pokémonkaart Rowlet. Holy Rowlet. Oké, het is mijn video en ik ga eindelijk eens mijn uitleggen. Dus moeten we dat tegen de vader van Gemeniebeen gaan opnemen. Eigenlijk was dat mijn plan van de video. Zo kapot, hè? Een video van een paar seconden. Dus die gaat niet helemaal volgens plan. Daarom mag Biertje Lietje. Suikerpot, suikerpot. Eet een lekkere suikerpot. Iedereen houdt van suikerpotten, suikerpotten. Suikerpotten, overheerlijke suikerpotten. Suikerpotten, suikerpotten. Iedereen houdt van suikerpotten, suikerpotten, suikerpotten. Eet allemaal suikerpotten, suikerpotten, suikerpotten. Eet allemaal suikerpotten. Hou alleen van suikerpotten. David draait om suikerpotten. Suikerpotten, suikerpotten. David draait om suikerpotten. Hou alleen van suikerpotten. Suikerpot, suikerpot. Dat ik niet klop voor geen centimeter. Ik zeg, ga kijken of het me lukt om doei te zeggen. Dus, Grut, eet geen ding, eet geen ding. Eten is zo stom. Eten is zo stom. Hou niet van eten. Eten, eten, eten. Hou niet zo van eten. Gaat het me nu eindelijk lukken om doei te zeggen? Oké, we gaan het proberen. 3, 2, 1 en vissen voor, geef vissen voor, geef je vissen, vissen voor. Een miljoen, miljoen, miljoen. Pippel, je denkt, je legt gewoon doei zeggen. Oké, gaat het me dan nu lukken om doei te zeggen? Gaat het me lukken? Doei! Kerken, kerken, hou al even kerken, kerken, kerken. Koop kerken bij. Wees goed dat het nou. Trouwens, ik zit hier gewoon even in. Wacht eens, Beer, ik weet de oplossing. Want dan was weer in plaats van doei, dag zeggen. Oh ja. 3, 2, 1, dag! Mooie mens! Mooie mens! 3, 2, 1, doodeledoe!